Aan het boord in Nuenen liggen de natuurlijke tuinen van de Walburg. Deze tuinen werden in 1957 door de eigenzinnige Nuenense tuinarchitecte en plantenliefhebster Hetty Cox als proeftuin met kwekerij op een relatief klein grondgebied van 1,5 hectare opgezet. Haar eerste aangeplante boom, een walnootboom, staat nu meer dan 50 jaar nog steeds naast het terras. In 1983 liep Hai Bedeau stage bij Hetty Cox en sinds 2001 beheert hij samen met zijn vrouw de Walburgtuinen. Wie was Hetty Cox? Hetty Cox was een tuinarchitecte, een eigenzinnige vrouw met eigen opvattingen over tuincultuur en experimenteel ook. Ze had echt een diepgaande interesse in de kwaliteit van planten. Sinds haar overlijden in 2001 hebben wij ervoor gezorgd dat die tuinen konden blijven bestaan. Daar zijn inderdaad meerdere tuinsoorten, tuinkamers worden die genoemd, omdat ze omringd zijn met hagen. In die verschillende tuinkamers en ook in die latere, die delen die verderop liggen, zijn bepaalde tuinsoorten uitgeprobeerd. Om te beginnen zijn hier een aantal borders, hè, waarin planten uitgeprobeerd worden. Er is een moestuin, er is een rozentuin. Er is een grassentuin, buxustuin. Er is zelfs een weide is er aan het einde. Dus als je hier de rondgang gemaakt hebt, dan heb je, een 10 à 11 verschillende soorten tuinen bezocht. Vanuit het particuliere beheer is er een stichting ontstaan. Waarom was dat noodzakelijk? Midden 2012 is die opgericht en het is een stichting geworden. Het was eerst een beheer, een particulier beheer van de familie Bedeau, van Jacqueline en Hai die u net zag. Het is een stichting geworden om makkelijker de markt te bereiken, om een grotere uitstraling te krijgen en ook een financiële basis te kunnen bereiken. Zodat we dus met die stichting letterlijk de boer op kunnen om ons kenbaar te maken, om gelden binnen te krijgen tot onderhoud en exploitatie van dit project, deze tuinen. De Walburgtuinen bestaan nu al meer dan 50 jaar. Om het voortbestaan van deze tuinen te kunnen waarborgen, is het van belang dat de historische waarden van de Walburg vastgesteld worden. Daarom hebben op initiatief van de stichting De Walburgtuinen en met ondersteuning van de gemeente Nuenen, 6 studenten van de Hogeschool van Hal-Larenstein als afstudeeropdracht een rapport opgesteld met betrekking tot het in kaart brengen van de historische waarde van de Walburg. Wat ik al zeg, het is een waardestellend rapport. Dat betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar de waarde van de Walburg. En die hebben wij in dit rapport beschreven, beargumenteerd en letterlijk in kaart gebracht. Na de presentatie op 17 januari overhandigden zij het rapport aan burgemeester Houben. Ik zal het zo niet zo zeggen, ja. Super, dankjewel. En aan mevrouw Burggraaf, secretaris van de stichting De Walburgtuinen. Omdat het verwijsbord naar de ingang van de tuinen vrij klein is, ontving Hai Bedeau van de studenten een bord dat nu niet meer over het hoofd gezien kan worden. Wat betekent dit rapport nu voor de stichting? Het rapport betekent voor de stichting veel. Het is de beschrijving van hoe de tuinen gegroeid zijn, hoe de tuinen eruit zien, wat er allemaal in groeit en wat we ermee verder kunnen. De pacht die op het ogenblik bestaat, de huidige beheerders pachten de gronden, die loopt af in 2016. De huidige eigenaren, de congregatie van Saint-Jean, heeft aangegeven dat ze de pacht niet willen verlengen. En dat betekent dat wij heel graag als stichting eigenaar willen worden van de gronden. Omdat wij dan zelf in de toekomst kunnen bepalen wat en hoe we hiermee verder gaan. De stichting zal het rapport gebruiken voor het verkrijgen van de status van cultureel groen erfgoed na de wederopbouwperiode. Met name de groene rijksmonumenten die uit de wederopbouwperiode, wat de Walburgtuinen zijn, die zijn niet zo dik gezaaid in Nederland. En in die zin is het een belangrijke bescherming voor de tuinen dat er
wat de status in de komende jaren ook zal worden, dat de tuinen in ieder geval bewaard kunnen blijven. Wordt de status van cultureel groen erfgoed toegekend, dan is Nuenen een rijksmonument rijker.